Hey, hallo allemaal. Ik ben Marieke van Duin van Landschap.nl en ik doe een rondje Nederland. Kijk, er komt de eerste fietser alweer langs. Het is hier ook zo mooi. We gaan Kamerleden ontmoeten in hun favoriete landschap. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt veel reizen. Maar vooral veel mooie landschappen zien. Gaan jullie mee? Ik ben Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En we zijn hier in het Varkensland, een Natura 2000 gebied onder de rook van Amsterdam. En ik ben hier opgegroeid, ik woon hier al mijn hele leven. En ik hou van de wijdheid van het landschap, van de weidevogels die hier vliegen. Van het water, want er is hier eigenlijk bijna meer water dan land. En ja, dit landschap is voor mij ook echt een van de redenen om de politiek in te gaan. Omdat ik heel graag wil dat het zo blijft en dat de natuur goed beschermd wordt. Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland en ook hier niet. Er waren hier vroeger veel meer weidevogels dan nu. En ja, ik wil graag dat die weidevogels terugkomen. En dat de weidevogels die er nog zijn, dat die kunnen blijven. En daarbij is het ook nog zo dat de grondsoort hier is veen. En veen stoot heel veel CO2 uit. Het waterpeil is eigenlijk te laag voor de weidevogels. Dus ik heb een initiatiefnota geschreven om het waterpeil te verhogen. Dat is eigenlijk voor twee dingen goed. Voor het beperken van CO2-uitstoot. En tegelijkertijd de natuur verder helpen. En dat is een van de thema's waar ik ook de komende jaren op verder wil gaan. Heel westelijk Nederland bestaat uit veen. En we kunnen daar een soort dubbelwinst maken. Ik ben eigenlijk heel trots dat ik de afgelopen jaren voor GroenLinks de portefeuille natuur en landbouw heb mogen doen. Er liggen enorme uitdagingen als het gaat over het combineren van natuur en landbouw. En ja, ik wil graag het groene gezicht van GroenLinks zijn wat dat betreft. En er is genoeg te doen nog. Oké, ik ga even kijken of ik hier in het riet de watermunt kan vinden. Dan kan ik zo meteen een kopje muntthee maken. Hier heb je zo meteen een doorkijkje naar het grasland. Het is nog niet gemaaid. Want de weidevogels die zijn aan hun laatste dagen bezig. Ah, daar zie ik watermunt. Kan je handen aan snijden aan het riet. Kijk, dit is de watermunt. Ruikt heerlijk naar pepermunt, is het ook. En dan kan ik zo meteen een kopje thee verzetten. Ik vind het zelf wel heel jammer dat er dat iedereen eigenlijk weet wat de uitdagingen zijn in Nederland als het gaat over het combineren van de agrarische sector en de natuur. Maar dat er tegelijkertijd ook niet eerlijk over gesproken wordt. Er gaat heel veel veranderen voor de boeren de komende jaren. Dat kan haast niet anders. Ik vind zelf dat je wel moet zorgen dat de pijn zo klein mogelijk is voor de boeren. Maar dat alles zo blijft zoals het nu is, dat is onhoudbaar. En ik vind dat je daar ook veel eerlijker over moet zijn. Ja, ik denk voor de komende jaren dat het heel belangrijk is dat de polarisatie in het landbouwdebat er een beetje uitgaat. Ik vind het verschrikkelijk om te zien dat er al jarenlang ruzie gemaakt wordt tussen de belangen van de natuur en het landschap en de boeren aan de andere kant. En daar wordt niemand beter van. De natuur niet, maar de boeren ook niet. En het is wel mijn opdracht en mijn ambitie om natuur en boeren verder met elkaar te verbinden. En te zorgen dat boeren een goed inkomen kunnen verdienen in dit soort kwetsbare landschappen. En de natuur tegelijkertijd op kan bloeien.